In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen en als een weerwolf zo lam in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaart. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan, in Osdorp, in Geuzenveld, in Zuidoost. Ik ben in 1939 hier in deze woning geboren. Ik vond het heel spannend. Ik was de eerste op de lijst. Ik kwam uit de Bannen. Het was wel een beetje een cultuurshock. Ik woonde eerst op een schip. Voor de rust vond ik het hier wel fijn, ja. Om hier, ik moest er wel even aan wennen natuurlijk. Op het moment dat ik het contract tekende, zei de dame van Eimeer: denk eraan dat u in een overwegend Hollandse volkswijk komt te wonen. En ik dacht, nou, volgens mij de laatste keer dat ik heb gekeken, heb ik een Nederlands paspoort. Ik ben al meer dan 40 jaar hier. Ja, de mensen hier zijn heel erg met elkaar bezig. En hier gaan ze echt naar buiten. Ze spreken je aan. Als je op straat loopt, dan moet je nou Dan zeg je wel gedag. Iedereen die je tegenkomt, zeg je goedemorgen. En als je nieuwe mensen krijgt uit de buurt, dan is het in het begin ook wel kijken. Ja, en daarna dan zeggen ze toch wel goedemorgen terug. Dat is, ja, de macht van het dorp zeker. Het was wel even wennen, maar op een gegeven moment dacht ik, nou, ik vind het best fijn. Want als er iets is in de buurt of komen vreemden bij de deur of iets in de tuin, dan weet ik dat mensen daarop gaan letten. Als je buren hebt die het slecht hebben of niet voor hunzelf kunnen koken, dan kook je een hapje mee. En de dagelijkse klusjes, of ik wil daar een spijker in de muur geslagen hebben, maar ja, ik durf niet op een kruk te staan. Nou, de keer rustig bij de buren aankomen. Eigenlijk allerhande dingen kun je nog wel bij de buren terecht. Aan mijn linkerkant woont een man en die leidt een beetje een kluizenaarsbestaan. In de tijd dat ik hier heb gewoond, heb ik het wel achteruit zien gaan. De familie heeft ingegrepen en toen heeft een hele tijd zijn zus voor hem gezorgd. Maar op een gegeven moment werd dat gewoon te zwaar voor hun. En die zus, daar heb ik al goed contact mee. En nou, we hebben met z'n tweeën echt de wijkagent ingezet. Ik ben een alleenstaande moeder met een eigen bedrijf. Het gaat heel goed, dus ik ben lekker druk. Wel in de buurt, maar vooral in het Noorderpark. En daar ben ik heel vaak te vinden met sport- en beweegactiviteiten. Ik loop vaak met mijn hond, maar ik kom eigenlijk enkel wel mensen tegen die wel aardig zijn. En gedag zeggen en wel eens een praatje maken, hè. Hij loopt dan los en dan gaan we naar rechtsaf. Heb ik eerst gekeken naar links, naar het kanaal, want er zit altijd een ploegje. Dan moet je uit de buurt blijven, dan lopen er een paar vervuilde honden bij. En ook een mechelaar, dat is ook een herder, hè? En die jongen woont verderop trouwens. En ik kom aanlopen en die mechelaar die komt aanstormen. Ik denk, foute boel, dus ik tel hem op. Maar dat lukt al niet meer, want hij nam de benen. En ik zou de midden naar beneden. Je merkt gewoon de mensen die veelal komen met de hond. Hondenliefhebbers hebben allemaal contact met elkaar, staan met elkaar te praten. Als je langskomt, is het ook goeiedag zeggen en alles goed, weet je wel. Even zo'n, en ik hoop gewoon dat dat ook in de toekomst blijft. Het dorpsgevoel heb ik nu wat minder. Er zijn veel verhuizingen. Maar ik merk ook dat mensen moeten wennen aan mensen van een andere cultuur die hier dan komen wonen. We hebben natuurlijk nu ook met de statushouders te maken. Dus dat merk je. Mensen die gewoon nog veel moeten leren over de buurt. Wat dan wel stoort, hierachter is het ook verleden jaar gebeurd. Daar loop ik met mijn hond langs elke dag. En ik kom met een armoedige klerenbende waar er vroeger een fiets, geen banden, heb een hele nieuwe fiets van een rug, die gozer. Die kinderen ook. Het is niet te geloven, hebben wij nooit gehad. Denken ze nou niet eens nou dat het een beetje gaat steken? Ja, mensen zijn toch wat meer binnen dan dat ze buiten zijn. Dus je ziet elkaar gewoon minder. Iedereen blijft ook meer momenteel tussen zijn eigen muren in. En vroeger was het niet dat je de buurt plat liep, maar Het was opener, vrijer en ja, de hele wereld verandert eigenlijk. En voor de rest, alles werkt ook he, de hele dag. Dus dat contact is ook gewoon veel minder. In deze buurten woonden de ouders en de kinderen gingen trouwen. Die hadden dan ook een woning daarnaast even in de buurt. Hè? Het blijft altijd hier. En dat is een heel moeilijk thema, want dat gebeurt niet meer. Want, laat ik het zo zeggen, ik moet het heel voorzichtig formuleren. Laten we beginnen met de juppen zitten hier. Die kopen dan 2 huizen. Maken ze 1 huis van. Maar ik ben er niet op tegen juppen. Als je begrijpt, want ze brengen toch weer een beetje fatsoen in het. Een beetje verstandig. Hè? Ja, ik vind het prettig dat het gewoon wat gemêleerder wordt. Ja, ik ben gewoon niet een originele Blauwe Zand bewoner. En ik merk wel dat dat verschil. Je mag het niet zeggen over juppen, maar ik bedoel, die hebben toch iets uit de hoogte van. En of het nou de verdiensten is, ik weet niet wat ze verdienen, maar dan hoor je, ja, nou, maar die hebben het heel goed. En dan hoor je een verhaal gaan over de pomp betalen en dan zeg ik, hoe halen ze het in hun ziekelijke hersens? Moet toch naar de andere kant van de stad kunnen? En als ik daar €1 neer voor moet leggen, zeg ja, gooi ik er een bom op. Ik zeg, dan niemand naar de stad. Dan word ik echt giftig over dat soort dingen. En het gaat er niet om dat je niet die euro wil betalen, maar dan denk ik van, wie beslist dat eigenlijk? Ik merk wel dat er zeg maar over de mensen die hier nieuw komen wonen en die bijvoorbeeld een huisje kopen of niet echt van het Blauwe Zand zijn, dat er wel over wordt gesproken van, nou dat zijn de juppen. En bijvoorbeeld de nieuwe Dammerdijk die hier achter loopt, dat is de juppen Dammerdijk. Dus er wordt wel zeg maar tegen geld aangekeken, maar ook wel eens een beetje onterecht. Ik heb wel eens het vermoeden dat ze mij ook een jup vinden, maar nou ja, goed, zo rijk ben ik helemaal niet. Er zijn mensen die hebben gewoon het idee dat ze heel Noorderpark gekocht hebben. Ja, maar ik heb hem gekocht voor zoveel geld. Ja, daar kan ik niks aan doen. Je weet hoe het dorp opgebouwd is, je weet precies waar de grenzen liggen van je tuinen en van laantjes. En dan gaan ze je gewoon vertellen van nee, u hebt dat hele stuk erbij gepikt. En het is niet afgeven op jongere mensen, maar het is echt van, je bent oud, je moet zelfstandig blijven, maar iedereen gaat beslissen over je. En dat is gewoon heel frustrerend. Ik doe mijn eigen huishouden, ik doe zoveel vrijwilligerswerk nog en waarom kan ik zelf niet beslissen? Maar dat is mijn angst ook, hè? Eventjes terzijde. Ik heb een stuk gelezen erover, hè? Over die eigenaars van die huis allemaal, zoals Eimeer, hè? Die hebben natuurlijk ook een verplichting dat ze hun bezit onderhouden. Maar die klagen allemaal dat ze het geld er niet voor hebben. Dat liegen ze, want ze liegen allemaal natuurlijk. Maar er zit een addertje, want ze kunnen ze ook gaan verkopen. En dan heb je een probleem bij. Want ik zit in een woning, dat is een gezinswoning. Denk je even na, dan denken ze, ja, die keel zit alleen hier en hier kan een heel gezin op, dus op een of andere manier, weg ermee. Ja, het is een beetje ver gezocht, maar de mogelijkheid bestaat, want niet voor niets zitten de plakkaten op die busjes van Eimeer. Wilt u kleiner wonen, neem contact op. En dan krijg je 5 ruggen mee, weet je wel, ik noem maar wat. Maar je bent er wel af. Ja, dat vind ik wel een punt hoor. Ik maak me er wel eens zorgen om, want kijk, ik woon hier al die jaren. Ik wil hier nog wel oud worden. Er komen wat veranderingen ook qua openbare ruimte buiten. Nou, en nu met het parkeren, dat parkeerbeleid en dergelijke. Zie je heel veel mensen, omdat het hier vrij parkeren is, zie je heel veel mensen die hier niet wonen. Van Camping Vliegenbos, forens en dergelijke. Nou ja, we zijn nu verplicht betaald parkeren te betalen. Daar ben ik niet blij mee. Het is nu al moeilijk om een plek te vinden. Maar ja, er zijn ook mensen die hebben 2 auto's, weet je wel. Dan ga je alweer. Dus het zal wel een probleem worden. Ik heb een brief van de gemeente gehad verleden week. Ze gaan de hele boel overhoop gooien. Nieuwe rioleringen komen erin. En bomen worden geplant, de traas worden rechtgezet en enzovoort. Dus we gaan een heftige tijd tegemoet. Je staat op het station Noord en dan sta je daar te wachten een half uur op je bus. En dan is het van, elke 6 minuten gaat er een metro. Je betaalt al het dubbele bedrag, want je rijdt helemaal om ergens te komen. Want ik mag 1 halte op de bus en dan mag ik uitstappen, uitchecken. Oversteken, dan mag je naar de metro. Inchecken, één halte mee uitchecken. Dan moet je het metrostation doorkrossen. Je mag de weg oversteken. Plus nog eens een keer het centraal station doorkrossen. We hebben sinds kort hekken achter in de paden naar onze achtertuinen en de schuren. En dat had nog even wat voeten in aarde, want onder andere ik zag daar niet echt de heil van in om je pad af te sluiten. De woningbouwvereniging die stuurde ons een brief met wij zijn van plan om hek te plaatsen en jullie mogen daarover stemmen. Het was een heel gedoe, want de ene stemde ja, maar ik weet dat het merendeel nee stemde. Maar uiteindelijk is het er toch gekomen. Er hebben toen wat jongelui in het perk gezeten en ja, er wordt vaak dan over gemopperd en weggestuurd. En ik denk, ja, of ze nou hier zitten of ze gaan bij de buren verderop zitten. Maar ze lieten zoveel troep achter en toen heb ik echt gedacht van, nou, ik heb ze een tasje gegeven. Aan de bank hangen. Jongens, sta de troep in, dan ruim ik het op. Dus dan gooi ik het in de vuilnisbak. Ik zeg, en dan zitten jullie morgen weer op een schoolplekje. Nou, dat is een hele tijd goed gegaan. En in de ene waren ze er niet meer. Ja, dan is het weer over. Dan is er geen gein aan of ik weet het niet. Nou, persoonlijk zou ik heel graag willen dat de Waddenweg waar ik aan woon, dat die iets rustiger wordt. Dat het verkeer hier niet meer soms met 70 km per uur langs raast. En dat is ook heel persoonlijk. Ik vind dat er gewoon wel wat meer aan duurzaamheid gedaan mag worden. En dat bijvoorbeeld de aanbieding van het plaatsen van zonnepanelen, dat is nu... ligt dat een beetje op losse schroeven, omdat het beschermd stadsgezicht is. En ja, ik zou gewoon graag zien dat bijvoorbeeld de gemeente daar zijn beleid op aanpast. Ik zou wel een heel mooi gebouw willen neerzetten waar alle activiteiten zouden gebeuren. Sport, naaien, vrouwen, naaiwerk, koken leren en taal leren. En een soort commune voor iedereen een beetje bij elkaar... een beetje lullen, een bakje koffie betaalbaar, dat het betaalbaar is allemaal. En een beetje modern. Nou, dat je gewoon met elkaar om kan gaan en dat je niet allemaal maar recht toe recht aan kijkt. In het verleden was er altijd het Oranjeplein en dat is op het Texelplein. De buurtbewoonster, Leni, die heeft dat heel lang gedaan, maar omdat het allemaal op haar aankwam, is zij ermee gestopt. En ik merk dat ik het toch mis, want dat maakt dat het pleintje dan maar van één groep is. Daar is ook niks mis mee, heel veel jongeren daar nu gebruik van maken. Maar om toch dat buurtgevoel te versterken, zou het mooi zijn om daar weer zoiets te krijgen.